je kan zien dat eigenlijk het, de zorg voor mensen met een lichtverstandelijke beperking al heel stuk verder is dan wat je nu eigenlijk met deze verhaal ziet en hoort. Het was in het begin echt zo van oké, we zetten ze buiten de samenleving, want dan hebben de mensen met een lichtverstandelijke beperking, of met een beperking zelf gewoon, geen last van de boze buitenwereld. En heeft de boze buitenwereld geen last van de mensen met een lichtverstandelijke beperking. Mooi veilig bij elkaar. Hoe lang had je in Van Boeienoord gewoond? 43 jaar. Jullie weten wat Van Boeienoord is? Ja? Ik denk wel best met een beperking. En toen ging je in 56, ging je Van Boeienoord over. Toen ben ik overgeplaatst van Noord-Holland naar Drenthe, een stuk dichterbij voor mijn ouders. Dus zag je ze wat vaker, maar ook niet zo vaak hoor. Want ook de eerste 7 weken mocht ik het niet eens zien. Want de eerste 7 weken waren ze de weken dat je gewoon over moest gaan. Je moest wennen. Ja, dan moest je onthechten inderdaad. Ja. Je sliep met 24 man op één grote zaal. En ook het personeel wat er op de groep werkte en woonde in hetzelfde veld waar ik woonde. En die klein kamertje, soms met 2 maanden op dat klein kamertje. Dus, ja. Toen ik mijn eigen kamer kreeg, klopt het 30, denk ik. Ik was toen 30 jaar. Dus ik weet wat het te koop is wat dat betreft. En daarom ben ik op mezelf gewoon. Ik woon nu op mezelf. En dat bevalt best en dat is volgens mij voor. Als je een beetje goed aanpast, dan is dat voor meer weggelegd. Zou je ons ook wat aanknopingspunten kunnen geven, ideeën welke kant we op moeten? Nou, als je veel. Ik zou hetzelfde maar als afhandelde, als ik het wil. En ik heb een idee. Ik zeg dan niet van, Henk, dat kun je niet. Maar wil je dat, ik ga je helpen. En we zullen gewoon. Draai het om. Ga anders denken. Ga niet van, uitgaan van de mogelijkheden, kijk wat met de goede zijn. En wat ze willen. En ga dat ontwikkelen. En dan liefst van kinderen maar van zo jong mogelijk.